Dat vind ik nou positieve muziek. Daar kan je op dansen. Zwart gat supernova. Dat is mijn eigen, zei de gek als eerste. Ik heb het geschreven, ik heb gemotiveerd, ik heb betaald. René Balduk. Op bassist. En Jan-Willem Vermeulen op de drums. En Spijkersound heeft alles opgenomen. Is ook voor betaald. Ik heb ervoor betaald. Niet van mijn eigen geld, want geld bestaat niet. Maar ik heb die gozer betaald. Ja, ik barst in de poen. Ja, je hebt weer poen en je wil wat doen. Mooi liedje. Vind ik zelf. Het was een hit. In die dagen. Die anderen zijn mooier hoor. Er zijn er mooiere bij. Maar deze is ook heel vrolijk. Het kind loopt te dreinen. In de middagzon. Dit is het einde. Het einde. Het einde. Waar het altijd begon. Begrijp mij goed dan. Ik speel geen geintjes. Was het leuk joh met die band. Het was opgenomen in een kelder. Aan de katholieke kerkgebouw. Op een zondag. En de drummer was te laat. En de bassist die... Dan zal het eeuwig zijn. Hij zit helemaal niet goed. Hij zingt vanuit zijn buik of zo. Niet met volle borsten. Je kan ook niet alles doen, weet je. Ik had er helemaal geen donder voor betaald. Dus. En er moet wel gezongen worden. Want verdorie, zo is het zo. En dat het zo is, dat wat er staat. Ja, wat is de waarde van je schoenen? Van je auto? Wat is de waarde van wat? De waarde van je schoenen aan je voeten op de top van een berg. Wat heb je eraan? Die zijn versleten. Lijkt mij. Alles gebruik je in dit leven. En alsjeblieft doe dat. En je geeft dingen een waarde doordat jij die dingen gebruikt. En die dingen die jij gebruikt ter waarde, dat geeft genoegen aan de mensen die die dingen voor jou hebben gemaakt. Jij dient te participeren. Snap je? Jij bent uitgenodigd tot het feest. En het feest heet de keuze. Kies je of kies je niet?
We kunnen het hele liedje nog een keer gaan afspelen. Of je gaat het nog een keer luisteren. Of je zet hem op SoundCloud of zo. Ik heb geen geld nodig. Geld betekent voor mij niks. Ik ben in de Matrix, snap je? Ik heb allemaal van die pijpen in mijn kop en zo. En ik word totaal gevoed. En ik heb jullie niet nodig. Om voor mezelf te zorgen. Ik weet wat voor een lul ik ben. En geloof me, ik ben de beste die weet wat je met deze lul moet doen. En laat me. En laat me. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Een atoombom is geen gebakken banaan. Het lijkt me zo leuk dat ik afgeluisterd word. En door die opgefokte lui met van die zwarte haren. En dan die atletische lichamen. En al die miskruipsels. Dumpen met die handel. Van mijn coördinator weet ik dat in Zwitserland, als je daar een vrouw hebt zwanger gemaakt en er komt een of andere Mongool komt eruit kruipen, betalen. Niks, geen gezondheidszorg. Want dat hebben wij niet nodig. Dat is voor de plebs. Als je niet kan neuken, dat is niet erg. En dan moet je dat ook niet doen. Een mismaakt kind, dat was in die dagen, dat vertelde mijn coördinator, dat kost je als kerel 30.000 Zwitserse franken. Ja, ga maar lenen. Wij gaan niet zorgen voor jouw kind. That is not us. Hè? Van die lui dus. In Zwitserland. En die lui in Zwitserland, die zitten achter de Vaticaanstad, die zitten achter de City of London en Washington DC. En alles gaat heel erg goed daarmee. Not. Ik ben hun vijand niet. En dat is het probleem. Ik weet van Sun Tzu. Ik ben niet gek, snap je? Ik zit te wachten op mijn wandelstok. Die zou bezorgd worden bij bol.com. Door bol.com. Even kijken wat daarmee staat. We komen langs, hè? Kijk. Hè? Oh, tussen 2 en 6. Ja, oké. Okay. Call me anytime, call me. En geef mij mijn wandelstok. En ik ga morgen naar mijn werk. En mijn wandelstok, dat is een aanvalswapen. Ook. En ik wil een pitbull. In mijn nieuwe huis. Een pitbull wordt 8 jaar of zo en dan gaat hij dood. Hè? Nou, ik word nog wel 70, denk ik. Ik zal mijn pitbull overleven. Dan kan hij mij voorttrekken. Een stevig hondje.
Het is zwart gat. Supernova. Nieuwe maan. Volle maan. En een hond. Ja, het zijn toch leuke dieren. Nuttig. En dat is belangrijk. Dat jij een hond hebt die nuttig is. En dat jij je daarmee beseft dat jij ook nuttig bent. Oftewel, moet zijn. En anders ga je opnieuw, hoor. Zwart gat, supernova, nieuwe maan, volle maan. Nou, sommige mensen krijgen geen genoegen. Ja, ik ben één keer door de gehaktmolen gegaan, ik wil nog een keer. Ah, we maken gehakt van je. Dat is de waarheid. Er zijn geen eigen gedachten. Er is de totaliteit. De overheersende aanwezigheid die ook wel heet de objectieve werkelijkheid. Bijzonder onaangenaam. Je krijgt er koppijn van. Ja, je ga je... Ja, dan drink je een liter jenever, want dat kost maar 15 euro. En vervolgens krijg je hoofdpijn. Ja, wat is er voor een wereld? Dit is geen wereld, dit is een slachtpartij. En zo is het. En je doet mee, of je loopt als een dwaas in de rondte. Nee, er is geen klachtenloket. En op zijn boeddhistisch af te sluiten, de Oosterse wijsheid erbij te betrekken, en dan in het Engels. En dan spreek ik met een disjunctie. Dus A of niet A. En die of kan je ook weglaten. Dus A, pauze, niet A. Ook een mooie naam voor een dame. Van Anita. You go fuck yourself. You go fuck yourselves. Zij Boeddha. Not. Kom op, de volgende nummer van die prachtige opname daar in die kelder van die katholieken. Nummer 2, even kijken welke die is. Hoor. Ik dacht, ja, Onder de Maan, die is cool, jongen. Me love you too.